Innoveren doe je samen. Dat thema stond centraal tijdens het symposium van de Dutch Aviation Group bij het NLR in Amsterdam. Cruciaal bij innovatie is daarbij samenwerking. Nederlandse luchtvaart en de ruimtevaart en innovatie gaan hand in hand en ontwikkelen zich sterk. Maar het kan altijd beter en het moet ook altijd beter. Het is hier ook niet altijd makkelijk. Certificering, grote geldbedragen, grote belangen, grote bedrijven. Dat vergt heel veel tijd en aandacht en een hele lange aanloopperiode vaak. Dus die innovatie die heeft elke dag energie nodig en over een breed front. Daarom innoveren doen we ook samen. Daarom zijn we ook vandaag hier bij het NLR. Als NLR staan wij ervoor om innovaties naar de markt te brengen en het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid te ondersteunen om uiteindelijk een concurrerendere positie te maken in de wereldmarkt. Want de essentie daarvan is uiteindelijk de nieuwe ideeën die bedacht worden door de universiteiten en door de onderzoeksinstellingen naar de markt gebracht worden. Dat is waar het om gaat. Een remote tower oplossing biedt een oplossing voor medium-sized en small-sized luchthavens om de toren dienstverlening vanaf een afstand te doen. En dat niet alleen met behulp van nieuwe technologie en allemaal hulpmiddelen die het makkelijker maken voor de verkeersleider om zijn werk uit te voeren, maar ook om dat op een efficiënte manier te doen. Namelijk door het bundelen bijvoorbeeld van een pool van verkeersleiders die ik dan ter beschikking heb om verschillende luchthavens remote af te handelen. We hebben ideeën over het verbeteren van de taak van de instructeur, bijvoorbeeld in de simulator. Daar zou de HoloLens gebruikt bij kunnen worden. Als je die integreert met eye tracking, dan kan tijdens een simulatortraining een instructeur kijken waar de vlieger naar kijkt. Dus in plaats van dat hij alleen maar handelingen ziet, weet hij nu ook op basis van welke informatie die handelingen uitgevoerd worden. En dat is van toegevoegde waarde om later feedback te geven aan vliegers.